Nou, hier stonden gisteren nog de Bianchi's bovenop de wat duurdere modellen natuurlijk van een 6.000-7.000 euro. De Colnago's hier, ze hebben er eentje laten staan, maar hetzelfde verhaal. En ja, ook zo hier bij de Wielier, de dure modellen stonden in de hoek. En een fiets van 2.000-3.000 euro stond aan die kant en die zijn ook allemaal verdwenen.